Welkom bij de Marktflits van maandag 12 september. Ik begin zo even met een hele leuke mededeling. Maar eerst geef deze video even een like, dan ondersteun je mij weer. En abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Nou, de mededeling is dat er op dit moment heel hard gewerkt wordt aan het Trading Darts leerportaal. Om het voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Er komen allerlei trainingen komen erop te staan, van een basiscursus handelen in cryptocurrency, waarin je precies leert wat zijn dat nou eigenlijk en hoe kun je er überhaupt geld mee verdienen. Van het juist trekken van weerstand en supportlijnen tot echt een diepgaandere training, inclusief toetsen, over het maken van een technische analyse. En ook een hele leuke training, hele leuke les over het stressvrij traden. Hoe doe ik dat nou? Hoe zorg ik dat traden voor mij eigenlijk altijd stressvrij blijft? Nou, dat en meer komt binnenkort allemaal beschikbaar voor iedereen op het Trading Darts leerportaal. En een aantal van deze trainingen zijn ook helemaal gratis. Dus hou het leerportaal in de gaten, of eigenlijk hou dit kanaal in de gaten. Want zodra het live is, dan kondig ik dat aan. Goed, het is vandaag maandag. Dat betekent dat er een nieuwe wekelijkse candlestick is gestart. En dat er de candlestick van vorige week volledig is afgerond. Nou, we kijken nu naar de weekly candlestick grafiek. Dat betekent dat elke candlestick hier een week duurt. En dan zien we die van vorige week. Vorige week begaf de prijs zich even in de gevarenzone. Het groene gebied hier. Dat was weer echt die neerwaartse druk en ging de prijs gewoon omlaag. En lager dan dit bovenste gedeelte van de groene, het groene gebied. Wat in het verleden hier gewoon een weerstandsgebied was. En ook in 2017 het weerstandsgebied was. Daar dook de prijs onder. Dus dat was eventjes goed kijken van moeten we ingrijpen of niet. En uiteindelijk is deze candlestick afgesloten. Zijn er allemaal kopers in de markt gekomen, die hebben de prijs weer omhoog geduwd en er is er zelfs een vrij lange groene body ontstaan. En vervolgens wordt die bevestigd op dit moment nog door de candlestick van deze week, die ook groen verder gaat. Nou, dus dat ziet er positief uit. Wel zitten we nog in die neerwaartse trend die vanaf november, begin november is gestart. Daar zitten we nog steeds in. Willen we helemaal positief zijn, moet eerst die trend doorbroken worden. En dan verwacht ik niet dat daarna de prijs vrolijk omhoog gaat. Dan verwacht ik dat die eerst zijwaarts gaat. Waarna er mogelijk weer zo'n boeren komt die we graag natuurlijk allemaal meepakken. Maar zover is het nog niet. Deze trendlijn die duurt tot eind oktober, afhankelijk van of de prijs nu verder omhoog wordt geduwd en het breekt er nu al door. Maar als die hier weer iets naar beneden gaat, is er gewoon ruimte tot eind oktober om nog binnen deze trend te spelen. Kijken we even naar de daily candlestick grafiek, dan zien we het volgende. Hier zien we nu weer het stukje dat we dat de prijs in de gevarenzone kwam. Er kwam ook geen bullish engulfing. Sowieso zat er geen neerwaartse trend. Maar als je hem een beetje zo doortrekt en je zou hier een engulfing kunnen tekenen. Maar goed, het werd geen engulfing, want de groene candlestick was kleiner dan deze rode. En het heeft gewoon even geduurd voordat al deze highs weer doorbroken werd. Maar op het moment dat ze doorbroken werden, werden ze ook significant doorbroken. Een lange groene candle die omhoog gaat. Waarbij die ver boven de EMA 21 sloot. Nou, opgevolgd door een aantal dagen met kleine groene candles. Ook zo vandaag. Er kan nog van alles gebeuren, want de dag is nog niet voorbij. Deze candle die duurt nog 14 uur en 26 minuten. Dat kun je hier aan de zijkant kun je dat zien in het groen. Wel is het zo dat de bodies van eergisteren en van gisteren zijn gesloten boven de EMA 50. En dat de hele candle vandaag boven de EMA 50 zit tot nu toe. Nou, dat zijn allemaal positieve berichten voor de mensen die long willen gaan. De prijs omhoog willen zien gaan. Verder zijn dit geen garanties, want kijk maar even in het recente verleden. Hier zie je ook candles die volledig boven de EMA's 21 en 50 zitten. En vervolgens heeft de prijs eenmaal een level lager gezocht, hier tweemaal een level lager. En hier ging die naar de derde maal, maar dat heeft hij niet gered, want de prijs is weer omhoog gebracht.
Ja, dus dat is eigenlijk hartstikke mooi. We zitten nog steeds in die neerwaartse trend. Dus ik ben voorzichtig met het pakken van trades. Hooguit 1 tot 2 trades. Dat heeft ermee te maken, bijvoorbeeld, als we even kijken naar het verleden. Hadden we hier een aantal bevestigingen op dit stevige supportgebied, waarna de prijs hier echt omhoog zijwaarts ging. Nou, hier hebben we echt een aantal leuke trades gepakt met een aantal behoorlijke targets die we hier gehaald hebben. En dat is leuk traden. Op dit moment zit die kans er weer in, hè, dat we die trades pakken. Zoals ik al zei, zit ik in Dia. Die heb ik laten lopen. Omdat Dia, ondanks dat Bitcoin hier toch die gevarenzone binnenkwam, nog binnen mijn analyse viel. Dus die loopt. De kans bestaat wel dat ik hem afsluit. Een deze dagen. Ik zal je uitleggen waarom. Bij de eerste negatieve signalen, hè, die je vanochtend zag, was deze candle namelijk ook even een stukje rood. Op dit moment is die weer groen, maar er kan nog van alles gebeuren. Even kijken. De trade die ik heb genomen is gebaseerd op dit gebied. Nou, tijdens de trade heeft de prijs een level lager gezocht. Vervolgens is die hier zijwaarts gegaan en heeft hij nog een keer deze trendlijn gepakt en laten zien dat hij hem respecteert. Alleen, ja, mijn instapprijs en mijn target zijn gebaseerd op het level hier, hè, deze neerwaartse lijn en vervolgens hier zijwaarts. Dus ja, ik kan hem natuurlijk helemaal uit laten spelen, maar ik zie ook zoveel leuke andere coins om in te handelen. Ik pak dan liever een nieuwe coin waarbij ik op een goed moment instap en een volledige analyse heb, dan dat ik deze te lang laat lopen. Waarom pak ik hem er niet bij? Dat heeft ermee te maken dat Bitcoin gewoon in een neerwaartse trend zit en ik wil gewoon niet te veel risico lopen in die neerwaartse trend. Het pakken van 2, 3, 4 of 5 trades tegelijk, dat komt wel weer in de boeren. Nu wil ik vooral mijn portefeuille beschermen en ik wil dat hij aan het eind van het jaar gewoon meer in zit dan nu. En dan ook flink meer natuurlijk. Hè, dus dat is de reden waarvoor ik denk van ja, Dia is leuk. Hè, ik kan wachten, maar ik kan ook zeggen van oké, deze is hier misgegaan. Hij heeft mijn stoploss nog niet geraakt. Ik zit op break-even, ik sluit hem af. Heb ik een klein beetje winst en dat is wat mij betreft prima. En dan heb ik gewoon weer ruimte om die ene trade in een neerwaartse trend, hè, want ik pas op dit moment de countertrendstrategie toe. Dat is de trend die tegen de overgrote trend ingaat. En dan ga ik kijken naar bijvoorbeeld een WTC of een AVA. En op dit moment vind ik AVA interessant, omdat WTC heeft eigenlijk al een beetje die run-up gemaakt. En dan moet ik of wachten op een goede breakout. Alleen die breakout treden in een neerwaartse trend is ook niet echt mijn ding. Dus dan moet ik eigenlijk wachten tot die weer beneden is en hier een bevestiging maakt. Nou, wat ik vind WTC wel heel erg leuk hoor. Dus die blijft op mijn lijstje staan. Ik zal je laten zien waarom. Laten we de meest recente piek eens opmeten. En dan zien we van de candle beneden naar boven dat dat al ruim 30% is op één dag. Nou, mijn instap moment had waarschijnlijk wat eerder gezeten. Dus ja, dat is gewoon een hele leuke munt om in te handelen. AVA maakt ook van die pieken. En als we dan eens een recente piek opmeten, bijvoorbeeld deze candle, dan zien we hier al een 16%. En candle hiervoor zitten we al op ruim 25%. Nou ja, en jullie zien zelf dat deze pieken ook mogelijk zijn, maar laten we ons niet rijk rekenen, hè? AVA, nou, hoe kijk ik op dit moment naar AVA? We zien hier een gebied van weerstand waar die tegenaan botst, hier al een aantal keer. Hier zie je tegenaan aan het botsen. En doorgaans is dan een goed teken voor een breakout. Een breakout met een lange candle op de marktstructuur. En de marktstructuur is bijvoorbeeld een weerstandslijn of een supportlijn. Een lange candle erop is doorgaans een fake-out. Nu zien we hier toch al echt die druk opbouwen. We hebben een schuine lijn aan de onderkant en hier kunnen we die weerstand kunnen we zien met een aantal piekjes er doorheen. Maar dat is juist het kenmerk van deze munt, dat die pieken maakt. Daar moet je een beetje met je spleetjes doorheen kijken.
Want we zien hier gewoon wel die weerstandslijn lopen. Nou, hier botst die steeds tegenaan. En dat moet je eigenlijk zien als een soort sledgehammer die op een muur slaat en uiteindelijk erdoorheen breekt. Dus dat is een leuke om mee te pikken. En dan bijvoorbeeld op het moment dat de high van de vorige dag wordt overschreden. En dat is deze high hier. High. Ja, kijk hem goed. Daar. Dus dat is een leuk instapmoment. Mocht er wat anders gebeuren in de markt, en dan maakt hier even weer een paar lows, mogelijk tot deze trendlijn of tot die trendlijn. En dan als die bevestigt dat die trendlijn gehouden wordt, zien we daar ook weer een instapmoment. En daarvoor had ik die pijltjes hier staan. Daar. Want als die zeg maar naar beneden gaat en dan hebben we zo'n kleine neerwaartse trend weer. En hebben we hier een engulfing op het moment dat deze candle de voorgaande high voorbij gaat. Net als deze candle de voorgaande high voorbij gaat. Dan heb je daar je instapmoment. En dat zou dus hier ook kunnen gebeuren nog een keertje doordat hij hier naar beneden gaat. En dan pakken we hem op die manier op. Of de uitbraak hier boven. En wat mij nog meer vertelt dat zo'n uitbraak mogelijk succesvol is, is de MACD-indicator omdat hij vrij vlak is. Nou, het liefst zie ik een MACD-indicator om dit soort bevestigingen uit op te lezen, dat die veel vlak is voor een veel langere periode. Want dan ga je echt goed, kan die echt goed aangeven van oké, als die nu gaat, kan ook naar beneden gaan, hè, of naar boven, dan is de kans groot dat die goed gaat. Dat kun je onder andere ook uit de MACD-indicator uitlezen. Nou, we hebben hier maar een kleine periode. Mogelijk omdat MACD van die grote pieken heeft gemaakt en dat hij hier dan toch weer echt aan het opbouwen is. En de druk opbouw naar hier vind ik op dit moment AVA een interessante om zeker in de gaten te houden. Hè? Dus ik heb ook een alert boven de high van vandaag staan, zodat ik voorbereid ben op de high van gisteren. Want de high van vandaag is tot nu toe lager dan die van gisteren. Maar ik wil daar gewoon een waarschuwing zetten. Je zou ook kunnen stellen, ik plaats hier vast een kooporder. Ik houd op dit moment gewoon handmatig in de gaten. Dat zou een leuk moment zijn voor mij om in te stappen. Ja, dus dat is eigenlijk de marktflits van deze week. Heb je vragen? Nou, de leerlingen weten mij te vinden uiteraard op het leerportaal. Jij mag je vragen ook aan me mailen, fabian@tradingdutch.com. Of gewoon stel ze in de comments van YouTube. Dan heb ik alles verteld. Even checken nog. Ja, volgens mij wel. Dus ik wens jullie heel veel succes met jullie trades.